Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is maandag, ik heb mezelf aangekleed. Ik heb een jurk aan van de H&M. Hij is echt super lang. Ik vind hem echt heel leuk. Ik moet alleen nu even naar de winkel, want mijn koffie is op. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in mijn leven, dat ik geen koffie heb in huis. En ik wilde koffie zetten en al mijn bonen waren op. En ik heb ook geen cupjes meer, dus ik ga eventjes naar de Albert Heijn als die open is. Want het is natuurlijk tweede Pinksterdag. Ik weet niet hoe dat zit. Ik moet even kijken of die überhaupt open is. En dan ben ik gewoon nog lekker vrij vandaag. Echt helemaal chill. Winkel was dus dicht. Die is pas om 12 uur open. Ik heb ook even wat anders aan gedaan. Even een broek. Want ik voelde de vibe niet helemaal met een jurk. Misschien later vandaag. Ik kreeg net even koffie van de buurvrouw. Dat is echt zo chill. Het is echt heel fijn dat we elkaar gewoon af en toe eventjes wat dingetjes geven als we ergens mee zitten. Dus ik had... ik ga nu naar Rode. Want... ik ben dus bezig met mijn kopjes maken. Ik ben dat nu zelf aan het doen. Ik wilde het nog niet zeggen. Maar ik ben er zelf mee bezig. En ze zijn nu afgebakken. Dus ik ga nu richting Rode rijden. En dan ga ik ze daar ophalen. Dus ik ben heel benieuwd. En ik ga gelijk even nieuwe kopjes brengen. En dan kunnen die ook afgebakken worden. Oh jongen, mijn buurvrouw die appte. Heb jij nou muizengif? Ik zie hier een muis lopen. Dus ik zei nou, ik zal even kijken. Dus ik ben daarheen gegaan, muizengif gegeven, in de kamer gezet. En toen kwam de buurman eraan en die zei, hebben jullie een muis? De muis lag dood in de kamer. Al, echt geen idee. Ik denk dat hij gewoon gepakt is al door een muis. En dat hij naar het huis van mijn buurvrouw is gegaan en daar dood gegaan. Man, ik heb helemaal een trauma aan muizen. Nou goed, ik ga even lekker een theetje zetten. Ik ben lekker gedoucht, ik heb lekker mijn skincare gedaan. En ik wilde nog eventjes wat zeggen. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar ik dacht, nou ja, weet je. Mensen die denk ik voor het eerst mijn vlog hebben gezien van vorige week, die hadden het over mijn konijn en het hok. Die zeiden, oh wat zielig dat hij alleen is en dat hij zo'n klein hok heeft. Nou. Ten eerste, hij was ook alleen in de dierenwinkel, dus ik kon één konijn kopen. Ten tweede, het hok is prima. En als ik thuis ben, dan is hij er gewoon altijd uit. Hij loopt altijd rond, hij kan naar buiten, hij kan in de kamer lopen. Hij heeft genoeg beweging. En nou ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje stom dat ik mezelf nu een beetje zit te verantwoorden. Maar ik wou toch nog eventjes zeggen dat het beestje niks tekort komt. En dat ik 10 jaar lang een konijn heb gehad. En die is dus 10 jaar geworden. Die was ook alleen. En die had echt de tijd van zijn leven volgens mij. Dus ik wou het toch nog eventjes zeggen. Dus bij deze. En hij is vandaag ook de hele dag eruit geweest. En nu... zit hij in zijn hokje en heeft hij lekker eten. En heeft hij lekker zo, gaat hij gewoon lekker knuffelen bij mij zo meteen op de bank. En het is helemaal gezellig. En ik wou dat hij kon praten, dan is het nog gezelliger. Maar het gaat helemaal goed met hem. Toch, George? En je krijgt zo ook nog een lekkere aardbei. En wij gaan lekker chillen. Doei! Goedemorgen. Ik heb last van hooikoorts volgens mij. Ik hoop dat ik nog van die pilletjes heb. Ik voel het altijd. Als ik 's ochtends wakker word, helemaal zo snotterig en zo, dan denk ik, oh ja, dat is echt hooikoorts. Maar goed. Het is, welke dag is het vandaag? Dinsdag. En ik ben vandaag nog vrij, want de school gaat verhuizen. Dus ik moet vandaag even lekker een beetje thuiswerken. Dus nou, vind ik helemaal prima. Koffietje. Proost. En ik ga zo eerst even beginnen met sporten. Want daar ben ik ook al heel lang niet geweest. Ik ga even kijken of ik dat nog leuk vind. Oké, ik ben klaar voor de gym.
Ik ben alweer zo'n tijd niet geweest. Zelfde verhaal, altijd maar weer. Even kijken. Ik doe nu eventjes oordopjes in en ik doe mijn haar los, denk ik. Vrij. Ik heb een koffietje. Ik lig onder mijn nieuwe dekbed. Op Quantum. Dat ik gekocht. Ik had even... ik had er eentje weggedaan. Want die was een beetje af en zo. En zat een beetje onder de koffievlekken. Dus ik dacht, ik koop even een nieuwe. En gisteren... Ik weet niet wat ik had. Maar ik had gewoon echt... Een beetje een rare off day of zo. Ik kwam er gewoon niet helemaal in. Helemaal lekker. Ik had hoofdpijn de hele dag. Ik probeerde allemaal dingen te doen om het een beetje oké te maken. Maar het lukte gewoon niet. Ik was gewoon een beetje... Ja, ik weet niet. En vandaag is het weer een nieuwe dag. En ik ga zo meteen beginnen met sporten. En dan ga ik kijken hoe deze dag verloopt verder. Zo, ik ben weer thuis. Even een gammershotje gehaald. Was echt wel even chill. Het was wel druk, maar ik heb het gedaan. En het was lekker. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben helemaal een beetje zo... Bleh. Maar ja, ik ga gewoon even lekker iets chills doen vandaag. En ja, dat eigenlijk. Ik heb nog niet zoveel te melden. Sorry. Ik heb weer lekker wraps gemaakt. Met groenten, nep, kip, feta en een beetje sla. En ik had deze saus weer gekocht. Ik vind het echt zo chill. Ik heb net lekker een beetje opgeruimd en kleren op Vinted gezet. En nu ga ik lekker eten. Kijk nou, ik ben helemaal een beetje verkleurd. Terwijl de zon vandaag helemaal niet heeft geschenen. Maar de dagen hiervoor wel. Toen heb ik lekker in de zon gezeten. Nou, ik ga even lekker eten. Good morning. Vrijdag. Laatste dag van de werkweek. Ik ga even mijn tanden poetsen. Hop hop. Oh, het is echt heel erg. Ik heb een broek. Nou, dat is gewoon echt mijn lievelingsbroek. En ik ben er gewoon compleet uitgescheurd. Gewoon helemaal. Maar ik wil hem gewoon niet wegdoen. Dus ik heb... en ik kan hem ook niet meer vinden bij de Zara. Dus ik heb eventjes van die textiellijm gekocht bij de Hema. En dan ga ik gewoon even een lapje erachter plakken. Want... Ik ben gewoon helemaal gek op deze broek. Oké, ga ik even doen. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben me klaar aan het maken voor een festival, Paradigm. Ik zal even mijn outfit laten zien. Het is echt de perfecte dag. Het is echt de hele tijd aan het regenen, maar ja, volgens mij wordt het vanmiddag wel lekker weer. Ik heb dit gaastopje aan, een rokje... BH en dan doe ik mijn zwarte laarzen erbij. Dan heb ik, of dit tasje. Maar ik zal het straks nog wel eventjes laten zien, want ik weet het nog helemaal niet. Dus ik ga even mijn haar doen, ga mijn make-up doen. En dan heb ik er helemaal zin in. Eerste festival dit jaar. Oh my god, ik heb hier zoveel zin in. Dit is mijn outfitje. De zonnebril is van Primark. Tas, Gucci... shirtjes van Zara. Het rokje, het is eigenlijk een broekrokje, is van, ook van Zara. En mijn laarzen zijn van H&M. Oh, zin in. Ik hoop echt dat het heel mooi weer wordt. Maar goed, daar hebben we geen invloed op. We gaan lekker festivalletje. Of het gaat. Hoi. Wij wilden net naar een festival gaan. Maar toen ging het regenen. En toen dachten we gaan nog weer even terug. De
nu is het mooi weer. En nu is het droog, dus nu gaan we weer. Oh jeetje, ik ben echt helemaal... Het lijkt me een glimbal. Het is toch mooi? Helemaal healthy. Healthy, healthy girl. Healthy girl. Hallo, ik ben in bed, zoals je kan zien. Het is zondag en gisteren was het festival. Het was echt mega leuk. Het was echt heel fijn. Maar vandaag, ik was gewoon helemaal niks waard. Dus ik heb gewoon lekker in bed gelegen, eten besteld, niks gedaan. En nu ga ik weer slapen. Ik heb nog even een lekker masker op mijn hoofd gedaan. En dan ga ik daarna lekker slapen. Het was een beetje een korte vlog deze week. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden om naar te kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer in een nieuwe vlog. Doei!